Breda Nu. Je weet het meteen. De Grote Kerk, er is geen mooiere plek om te exposeren dan hier. Het is wel zo, je ziet vaak tentoonstellingen in kerken en dan worden er allemaal schotten neergezet en dan wordt die hele kerk dichtgebouwd. Ik heb juist mijn best gedaan om te proberen de hele ruimte zo open mogelijk te houden en door te proberen al het werk te laten zweven boven de vloer, waardoor je optimaal de hele ruimte ervaart. En ja, je ziet ook vaak alles met spotjes aangelicht. Ik wil dat het gewoon in het natuurlijke licht is. En zelfs als het wat gaat schemeren, mijn werk, het is net alsof het licht uit het werk komt stralen. Ik ben heel gelukkig als ik in de natuur ben en dat wil ik met alle kracht van die kleuren laten zien. Ik vind mezelf echt een landschapsschilder, zo spreek ik mezelf ook uit. En ik ben vorig jaar in juni en september ben ik 2 maanden in Normandië en Bretagne geweest. En heb ik een hele serie pastelkrijttekeningen gemaakt aan de kusten daar zo. En aan de hand van die pastelkrijttekeningen heb ik de afgelopen winter in mijn atelier die olieverfschilderij gemaakt waarvan dit een groot voorbeeld is. Er hangen 66 werken, waarvan een kleine 30 grote olieverfschilderijen en de rest pastels. Pastels die in de natuur ontstaan zijn. Ik heb dit keer het lef gehad om heel veel zonsopgangen en ondergangen te maken. Bijna een kitschachtig onderwerp. Maar iedereen die een zon ziet op of ondergaan vindt dat mooi. En ik ben niet meer bang om dat als onderwerp te gebruiken. En ik probeer dat met heel veel kleurkracht te verbeelden. Om met al die kleur te laten zien hoe ik geniet op dat moment als ik daar die zon zie ondergaan of zie opkomen. Ja.